Oeh. Wat is er gebeurd? Oh, fuck. Ik had tocht. Oh, ik vind het misselijk. Wat is die stank? Dat is waarschijnlijk de rook van die fakkels. Dat kruipt in je kleren. Hè. Wat doe jij hier? Weet je dat niet meer? Ja, nee. En we gisteravond... Fakkeld. We zijn toch veilig geweest? Hè? Ja, ja. Zijn maar zeker. Het is toch foto's online? Oh, nee. Oh, nee. Oh, maar dat is gênant. Ja. Zeg, ik heb hier 3 fakkels in mijn hand. Ja, wist van geen ophouden, hè, ja. Houd mij dan tegen, hè. Hoe laat zijn wij gaan slapen? 7 uur. S'avonds? Nee, s'avonds. Het is niet lang, hè, fakkeltocht. Ja, natuurlijk dat ik zo moe ben, hè. Of kijk, ik vind te veel slapen. Fakkeltje? Nee, jong, zot. Ik kan geen fakkel meer zien. Oh, eentje. Dat je deugd. Wat dan? Oh. Het is 11:30 in de voormiddag. Weet u waar uw kinderen zijn? Recent onderzoek wijst uit dat 2 op 3 jongeren wel eens fakkelt. 1 op 10 jongeren zou zelf al eens gefakkeld hebben achter het stuur. Praat met uw kinderen over de gevaren van fakkeltochten. Voor het te laat is. Cool. Supercool.